SOS Werkgeluk. In deze Shorties-reeks bespreken we allerlei uitdagingen op de werkvloer op basis van echte cases en reële vragen. Deze SOS Werkgeluk, die valt in het midden van mijn allergie. Want we kregen een vraag binnen, Kim, over de micromanager. Ik heb een manager en ik heb het gevoel dat hij mij een beetje micromanaged. Ik heb hem er al op aangesproken, maar het gedrag blijft hetzelfde. Wat nu? Er is al één ding dat ik eigenlijk wil benoemen. Zo. Ik heb het gevoel dat hij mij micromanaged. Ik denk... Is dat ook echt zo? Maar ja, dat is natuurlijk een... Ja, maar daar gaat het ook over, hè? Over mijn perceptie als medewerker. Als ik het gevoel heb dat ik te weinig ademruimte heb, dat ik te weinig autonomie heb, want daar gaat dat over, te weinig vertrouwen krijg, te weinig speelruimte mag innemen, ja, of die manager mij dan effectief dat te weinig geeft of niet, eigenlijk doet dat er niet toe. Ja, mijn perceptie bepaalt hoe ik het ga ervaren en bepaalt bij gevolg of dat mijn vuur en vlam gaat aangewakkerd blijven, of dat dat vlammetje straks gewoon gaat uitdoven. Mm-hmm. Dus die perceptie van de medewerker is de cruciale en dat is een hele belangrijke om dat te beseffen. Ja. Want heel vaak zien wij ook in coachings dat we dan gevraagd worden om met managers aan de slag te gaan. Maar ik doe dat helemaal niet. Ja. Oké, blijf dan doen wat je denkt goed te doen, maar besef dat die perceptie er gewoon uit moet. Ja. En daar moet je echt wel mee aan de slag durven gaan. Dus het feit dat het gesprek is aangegaan, ja, vinden we al een hele goeie. Absoluut. Hè? Maar ja, als dat gedrag niet verandert, wat dan? Ja, en gedragsverandering is natuurlijk een van de moeilijkste. Als er één persoon komt zeggen, ik zou het liever zo of zo, of ik heb dit nodig in leidinggevende, dat is niet op 1, 2, 3 aangepast. Maar het is wel belangrijk dat er iets verandert. Want anders, als dat gevoel aan de ene kant blijft van, het klopt hier niet, het klopt niet met mijn waarden, het voelt niet oké, ik heb geen plezier meer in mijn werk, ik ga met opgetrokken schouders en angstige gevoelens naar mijn werk, ja, dan moet je ook wel eens nadenken of dat werk nog wel de plaats is waar je thuis hoort. Hè. Ja, been there, done that trouwens. Hè. En mijn aanpak toen was in eerste instantie ook het gesprek aangaan. Ik merkte dat weinig... Hoe zeggen ze dat? Zoden aan de dijk, ja. Dus heb ik het geëscaleerd. Ik ben een laagje hoger in de hiërarchie gaan praten. Mm-hmm. Dat kan zeker een goed idee zijn. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Wat was in mijn geval daar de realiteit? Ja, er werd kant gekozen. En niet mijn kant, zullen we het noemen. Ja, en dat heb je niet in de hand. Maar als je het niet probeert, dan weet je het ook niet. In sommige gevallen, we hebben mooie voorbeelden, waar dat door te escaleren met een N+2 dan, dat er wel een dialoog op gang gekomen is en dat er veranderingen geweest zijn. Dus dat hoeft niet fout te zijn. Zeker niet. En ik denk dat die dialoog vooral ook moet gaan, of het nu met die directleidinggevende of hoger in de hiërarchie is. Die dialoog moet vooral gaan over wat heb jij als medewerker nodig? Wat geeft jou zuurstof? Wat zou ervoor kunnen zorgen dat je de beste versie van jezelf kunt zijn? Of opnieuw kunt worden. Zonder daarom de ander aan te vallen waar ik tegen aanloop. Dat dreigt heel snel een negatieve discours te worden. En daar gaan mensen heel gemakkelijk van in de weerstand. Dus bespreek het, leg het op tafel in termen van mogelijkheden, noden. Zodoende dat er ook kan meegedacht worden op een oplossingsgerichte manier. Geen garantie, maar wel kansen. Nee. En bedenk ook, in leiding geven... iedereen heeft andere noden en wensen. Dus dat kan zijn dat voor een collega van jou die stijl ideaal is. Dat die graag duidelijke richtlijnen heeft. Dat die graag een beetje de controle heeft van kijk nog eens na of dat wel allemaal goed is. Dus als leidinggevende geef ik ook de tip van kijk eens of dat jij jouw leiderschap niet kan aanpassen naar gelang de noden en de manier waarop anderen het beste werken. Je hoeft niet één stijl te hebben en dat is die van mij en ik ben wie ik ben. Je kan aanpassen en schuiven en dan ga je meer mensen tevreden maken. Ja, nu sowieso denk ik wel, Kim, als je alles gedaan hebt wat je kan bedenken, je bent in dialoog gegaan, je hebt het aangekaart met je leidinggevende, je bent in de hiërarchie gaan praten en niks brengt op, ja, dan is het run, Forrest, run, hè. Misschien is dat dan niet de beste plek voor jou om je job te doen. En dat wil niet betekenen per se dat je de organisatie moet verlaten, maar misschien is die leidinggevende gewoon niet
de beste leidinggevende die jij nodig hebt om de beste versie van jezelf te zijn. Dus op naar een ander team, intern verder solliciteren of toch eens over het muurtje kijken. Het is zeker geen plan A, zelfs geen plan B, maar ergens in uw aanpak mag dat ook wel een idee zijn. En dan vul ik nog heel snel aan, dat is ook geen mislukking dan. Hè? Als je geprobeerd hebt wat er te proberen valt en het komt niet goed, je voelt je niet goed, dan ben je ook niet mislukt. Hè? Nee. Dan ben jij net heel moedig en heb jij net een heel sterke actie gesteld. Dus... Ja, en een heel mooie leerkans gekregen. Want hoe oncomfortabeler nu, ja, hoe meer dat je ervan kan leren. En dat zien we niet op het moment dat we erin zitten. Allee, ik toch niet. Moeilijk, toen. Hè? Moeilijk. Maar als ik er vandaag op terugkijk, jongen, heb ik daar mogen leren, zeg. Dus neem dat vooral ook mee en zoekt uw eigen weg, hè. Ik denk dat dat vooral een heel belangrijke is. Veel succes ermee.